Surinamegebied, Hunfrieru, doet een paar dorpen van zijn gebied aan. Een van deze dorpen is Semoisi. Te Semoisi hebben we een gesprek met hem waar hij aangeeft wat de knelpunten zijn van onze binnenlandbewoners en welke oplossingsmodellen we kunnen toepassen. DC, u heeft een bezoek gebracht aan het boven Surinamegebied. Is dit uw eerste keer dat u de dorpen aandoet? Absoluut niet, Juanita. Ik ben al een aantal keren geweest in het gebied. Ik ben er zelfs vaker, ik woon op Atjani. Natuurlijk ben ik er niet eenmaal 24 uur. Maar ik ben vaker in het gebied. De afgelopen periode heb ik dus tal van dorpen bezocht, waar ik dus voor kennismaking ben geweest. Hoe heeft u dat ervaren? Heel positief, hartverwarmend. De mensen zijn wild enthousiast. Natuurlijk heb ik dus geluiden gehoord waarbij mensen zeggen dat ze verheugd waren dat de DC op bezoek is. Bepaalde dorpen was het de eerste keer dat ze een DC op bezoek hebben gehad. Ik heb op plaatsen overnacht waar mensen hebben gezegd van voor het eerst slaapt een DC in ons dorp. En ja, het verwarmen natuurlijk als je de problemen feest, dan is dat niet zo leuk als je kijkt naar waarmee de mensen allemaal zitten. Maar wat de verwelkoming betreft, enthousiasme bij de mensen om zeg maar de autoriteit te zien, de persoon van de DC, met de persoon van de DC kennis te maken, de kinderen, de volwassenen, de dorpsleidingen, die vinden het geweldig. Ik ervaar het als heel erg positief. We zitten vandaag te Semoisi. Met welk doel bent u hier? Ik ben uitgenodigd geworden door de kapitein Mango School. In verband met het 55-jarig bestaan van de school. Die school is dus op 24 april 1964 opgericht door het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs. En ze hebben dus besloten om het op 31 mei te vieren. Ik ben ervoor uitgenodigd en ik was dus echt wel van plan om het feest mee te maken. Dus ik ben eigenlijk met dat doel als eerste naar hier gekomen. Maar verder heb ik gedacht, eenmaal ik hier kom, dan doe ik gelijk een kennismaking met het dorp. Ik zal er vergaderen om aan te horen wat de noden van de mensen zijn, zodat ik stappen kan ondernemen richting oplossing van die problemen. U zei problemen, DC. Met welke problemen kampen de mensen van boven Suriname het meest? Twee van de belangrijkste noden waar de mensen omschreven zijn elektriciteit en water. Stromend water, veilig water, betrouwbaar water. Dat is eigenlijk waar de mensen, schoon water, dat is waar de mensen mee zitten. Rivierwater is er genoeg, kreken zijn er zat. Maar als we praten over veilig, betrouwbaar en schoon drinkwater, dan moeten we denken aan zeg maar installaties die gepleegd worden, leidingen die worden aangelegd en filters die er geplaatst worden om het water dan naar die stand te kunnen brengen. Verder hebben de mensen, vaak genoeg vragen ze dus dat de mensen worden genomen in dienst door de overheid. Andere problemen zijn vaak sanitaire zaken. Mensen vragen naar openbare toiletten. De recreatiezalen, waar de mensen voor recreatie bij elkaar komen, vaak ook voor grote kroetes. Hier en daar heb je dus dat bepaalde dorpen niet hebben. Bepaalde dorpen hebben wel, maar zijn gaan vervallen, om het maar zo te zeggen. Die behoeven renovatie. Hier en daar heb je dus ook dat logeergebouwen, die moeten dus allemaal worden aangepakt. De aanmeerstijgers, wij noemen het populair de lampesie. Dus dat zijn de zaken waar de mensen ook mee zitten. Bepaalde dorpen hebben. Bepaalde zijn in niet zo'n goede staat, andere dorpen hebben helemaal niet. En dan vragen de mensen ernaar. En we zijn wel van plan om in te komen en te kijken wat we gezamenlijk met de mensen kunnen doen. Ik zeg gezamenlijk omdat we vaak genoeg de mensen vragen om ook een bijdrage te leveren. Er zijn dingen die we hier niet kunnen vinden. We kunnen hier geen zinkplaten maken. We kunnen hier geen spijkers uit de bomen plukken. Dus we gaan lekker vragen dat de overheid ons helpt met zaken die wij hier niet kunnen produceren. Maar als we kijken naar zand,
naar grind, naar hout. Nou, die dingen hebben we allemaal hier. En vaak genoeg hebben die mensen dan ook geen brandstof om dat hout te verzagen. Nou, dan willen we inkomen met brandstof. Ze hebben misschien een kettingzaag die een beetje bot is, dan kunnen we inkomen met veilen. Als die ketting er niet meer goed uitziet of niet meer goed is, dan willen we ook helpen om een ketting te kopen voor de mensen. Zodat ze hun eigen bijdrage leveren. De mensen moeten zich betrokken voelen. En we vragen de mensen ook dat ze meewerken. Het is iets voor onszelf. Ik praat voor ons, omdat ik ook zelf van het gebied ben. Het is iets voor onszelf. Dus vaak genoeg, als we onze handen uit de mouwen steken, dan is het makkelijk voor de overheid om er mee door te gaan. Om een helpende hand te bieden. Maar als we staan kijken, dan gebeurt er niks. Dus dat is een van de oproepen die ik dus doe aan de mensen. Van hey, laten we de handen uit de mouwen steken. Bied aan wat je wil. En dan kijken we waar wij kunnen inkomen. Dus zo zijn we van plan om heel binnenkort te starten met zeg maar de bouw van vrouwenhuizen. Een vrouwenhuis is een huis waar de vrouwen vaak zich terugtrekken als ze in hun maandelijkse periode zijn, hun menstruatieperiode. En dan trekken ze zich terug. We hebben ook de afgelopen periode hebben we voor bepaalde dorpen speciale boten aangeschaft. Want soms gaan ze ook een beetje naar een andere plaats. Niet gewoon op de normale aanmeerplaats. Ze zonderen zich af en dan hebben ze daarvoor een boot nodig, een koreaal. En we hebben de afgelopen periode in bepaalde dorpen daarin voorzien. Daar gaan we mee door. We willen openbare toiletten neerzetten waar het nodig is, gevraagd is. Nou, soms zien we het ook. En we willen ook werken aan de renovatie van die recreatiezalen. En als het kan, willen we dus ook wel nieuwe bouwen voor de gemeenschappen die dat nog niet hebben. Ja, we willen bezig zijn. DC, is boven Suriname een industrieel gebied? Je zou bijna kunnen zeggen nee. Er zijn geen industrieën. We willen wel vanuit Atjoni die eigenlijk het hart van boven Suriname moet worden, willen we kijken hoe wij daaraan kunnen voorzien. Hoe wij of bedrijven kunnen aantrekken die daar iets willen doen. Of eigen burgers, dus mensen van het gebied, stimuleren om industrieën te beginnen. Dus, hoe zit het met toerisme? Nou, ik wil zeggen dat als we zo rondkijken, dat boven Suriname tot op dit moment een van de schoonste rivieren is in Suriname. En dat trekt aan. We hebben heel veel bezienswaardigheden. Als we letten op onze culturele erfgoed. De pangies, de tembes, de leefwijze. Nou, u heeft het zelf meegemaakt. Alle vrouwen hier hebben het. Ze lopen rond met een pangie. Als ze naar de groeten komen, ze hebben ze een pangie aan met een angisa. Mooi. Als we ook letten op het aantal lotjes dat we hebben in boven Suriname, dan is dat veel. Er komen heel veel toeristen. We zijn bezig na te gaan. Ik heb 2 weken geleden ongeveer met de minister van HINT gesproken. Om te kijken hoe wij eigenlijk dit kunnen benutten voor het boven Suriname gebied. Zeker voor de ontwikkeling van het gebied. Maar het loopt. We moeten alleen nog heel goede afspraken maken, verdere afspraken maken met de sector. Maar als ik zo kijk, dan zijn ze wel willing. DC, hoeveel dorpen telt het boven Suriname gebied waar u naartoe moet? Er zijn 58 dorpen in het boven Suriname gebied. Alhoewel, je hebt soms dorpen die gescheiden zijn in 1 en 2. Bijvoorbeeld Pamboko 1, Pamboko 2. Je hebt Dangogo 1, 2. Vaak genoeg worden die dorpen als 1 gezien, dan weer als 2. Maar dat zijn dus ongeveer 58 dorpen. Er zijn heel kleine dorpen waar misschien een gezinnetje alleen woont. Maar over het algemeen zijn het dorpen van minimaal 800 tot meer mensen. En ja, dat is heel wat als je dat vergelijkt met andere districten, andere resorten. U heeft Semoisi aangedaan, ook overnacht. Gaat u nog naar andere dorpen? Ja, ik mag gebruik van de gelegenheid als ik eenmaal ben opgevaren. Het kost natuurlijk heel veel brandstof vooral. En als we eenmaal zijn opgevaren, dan maak ik gebruik van de gelegenheid om de naastliggende dorpen te bezoeken. Zeker vanwege het feit dat het niet elke keer lukt om er naartoe te komen. Dus ik ga vandaag hier vergaderen. En dan de volgende stap is dan
Pimping. Daar ga ik en ik vergader ook met de mensen. Ik maak kennis natuurlijk. En als we daar klaar zijn, dan gaan we dus verder naar Tumaipa. Dat is een dorp benedenwaarts. Pimping is een beetje opwaarts. En dan gaan we daar overnachten. En als alles goed is, gaan we dus diezelfde avond, dus vanavond, op Tumaipa vergaderen, kennis maken met de mensen. We gaan er overnachten en zondagmorgen vertrekken we dan naar Padalafanti, waar we ook willen vergaderen. En na Padalafanti doen we Kambaloa. En dan gaan we voor dit weekend gaan we dan terug naar Atjoni. En vanwege de verplichting om in DNA te zijn maandag, ben ik verplicht om zondag door te reizen naar Paramaribo. Maar ik kom dan gauw terug in het gebied. DC, heeft u een boodschap voor de gemeenschap van boven Suriname? Ik heb altijd een boodschap. En, mag ook in de taal. Ja. Maar deze neemt aan, ik altijd tambo bunji kwamen. Eeuw de toe of die of voor eeuw de party. No, wou zat die boven Suriname, wou zat zeker boven Suriname. Aantobi een kleur, ja, aantobi een bigide, aantobi een pikide. Maar abunuta, u bunji kwamen. Naki mau kwa fu du de wo ku de fa no du du abo fu Suriname bo be bo me mo di fu pakisi wa no te u pakisi wa no mo makelik da fu cha ikli fu kwa fi si mo di sa usi u pi kosi u pi taki so ni na bu no fu wi na wi bo fu Suriname bigi and hi ya many de hi ya pakisi de mo cha de pakisi kwa wa no be hi u tu langa ma no fu sika bo fu Suriname u kwa fi si. I bosko pou deme abida ou nou tide, de seme ou bousa amaka, ta mbo bonjiko awa tide awa, bo bousa na liwa awa.